Yo kijkers van Top of jullie we kijken naar deze nieuwe video en vandaag ben ik jarig. Nee, ik ben niet jarig, mijn YouTube kanaal is jarig, want mijn YouTube kanaal, zoals je hier ziet, bestaat 3 jaar. dit YouTube kanaal. En wat ik dus nu even wou doen, is even door mijn uh, video scrollen, want dan zie je heel goed de soort van tijdperken. Tijdperk is niet helemaal het juiste woord, maar de soort van, ja, zo, ik noem het tijdperken die ik heb gehad. Goede tijdperken, slechte tijdperken. Daar ga ik het zo dadelijk even over hebben. Maar en ik ga het ook, ook. Oh, nee, ik wil het niet bewerken. Nee. Ik wil het ook even met jullie hebben over wat ik heb bereikt. En misschien ga ik ook even heel kort door de analytics heen. Zodat jullie ook even kunnen kijken hoe het um, achter de schermen zit met mijn kanaal. Met, met van waar jullie komen. Um, et cetera, et cetera, et cetera. Van waar jullie komen. Precies of ik weet jullie adres. Maar in ieder geval, <laughs> waarschijnlijk snap je wel wat ik bedoel. En ik ga ook laten zien van, um, hier heb ik zoveel subs, in dit tijdperk had ik zoveel subs, en toen ging dat zoveel, en dat ging goed, en dat ging minder goed. Dus, en, en zoals je hier ziet, ik was toen, uh, dat was 2014, precies een jaar geleden. Precies een jaar geleden. Precies drie jaar geleden, en dan was ik dus 14, want nu ben ik 17, Dus precies drie jaar geleden was ik 14 en dat is ongeveer een gemiddeld... Kijker die nu kijkt, dus um, misschien zijn er tips die ik voor jullie heb en wat, wat je misschien wel beter wel en niet kan doen. Zoals je ziet, ik heb um, ergens begin deze, ma deze maand, ja, dat was ook begin dit jaar, um, heb ik dus 250.000 weergaven gehaald. Wat voor mij echt fucking veel is. Ik heb ook heel veel video's. Ik weet dat heel veel anderen veel meer subs, veel meer weergaven, etc. halen binnen drie jaar of binnen een jaar zelfs, maar ik ben gewoon blij met wat ik heb gehaald en als ik iedereen persoonlijk zou kunnen bedanken, dan zou ik het doen. Alleen ja, dat wordt een beetje moeilijk. Ik weet ook dat ik heel veel inactieve subs heb. Daar ga ik het zodra ik nog even over hebben als ik door de tijdperken heen scroll. En uh, ja, dit is dus wat ik tot het nu toe heb bereikt: 3.500 subs en 250.000 weergaven. Vind ik fucking mooi. In drie jaar tijd. En ja, daar komen nog heel veel jaren bij. Als het goed is natuurlijk. Kijk, we zijn even helemaal naar het beneden van mijn kanaal. Het hele prille begin. En um, heel veel video's staan hier op privé. Omdat die gewoon cringe zijn. Um, een aantal kan je nog wel bekijken denk ik. Deze. Zal ik je zo dadelijk laten zien. Ik zet het waarschijnlijk in een uh, klikbaar in de outro. En als ik het vergeet moet je even zo dadelijk... Moet je even verder blijven kijken. Want ergens in een video staat de link in de beschrijving. Kan je gewoon op klikken. Um, maar daar kom ik zo dadelijk bij. En ja, dat is gewoon Kingdom. Mijn eerste tijdperk. Was sowieso Minecraft. Maar onderwerp. Kingdom. Niet Kingdom 1. Kingdom 2. Kingdom 1 bestond dus al een tijdje. Maar ik ben gestart met Kingdom 2. En ik heb net even gekeken. En deze video was van 15 februari. Dus een kleine maand later. En ja, dit verliep. Heel goed lijkt het, maar dat komt omdat al die views waarschijnlijk zijn van de kliks van de video die ik nog niet zo heel lang geleden heb gemaakt. Maar ja, zoals je ziet, dit was het toen. 26 weergaven, 15 weergaven, 8 weergaven. Trouwens, deze video heeft altijd op privé gestaan. Want dit was um, ja, heel schaamtelijk, Maar dit was een video voor In The Kingdom 1 te komen bij, um, bij Cosmo, dus bij Duffy. Maar ja, dat uh, is dus niet gelukt. Dit is gewoon een redstone tutorial die ik van iemand had gereapt. En ook gewoon dus zelf heb gedaan. Precies net alsof ik hem zelf had uitgevonden. Heel slecht. Um, nog een kingdom uh, met heel slechte thumbnail. Ik dacht, ik had het er zo'n sterretje bij. Zo'n flash ding. Lijkt het echt, echt super mooi. Maar nee. Dat was het dus niet. Dit zag er iets beter uit. Dit is gewoon de spaangebouw van adamantium. Heel veel video's. Oorlogen. En deze video... Staat nog steeds, ja, al deze video's staan hier nog online. Deze. Maar dit was dus de eerste video. Oh, ik zie deze allemaal. Maar in ieder geval. Nee, doe het niet. Doe het niet. Oké, okay, ik, ik heb het verneukt, denk ik. Um, oh nee. Dit was dus de eerste video. Ik wou het aanwijzen, maar dat zien jullie niet. Dit is de eerste video die op mijn kanaal duizend views had gehaald. Niet instant, maar na, denk ik, een, een jaar of zo dat hij online stond, heeft hij. 1000 views gehaald, waar ik echt super trots op was. Um, deze video heeft rond de, save, nee, rond de 60 likes of zo, denk ik. Dus ja, dat is echt, echt slecht, want deze video heeft bijna de 2000 weergaven die hier staat. En dan is 60 likes best wel slecht. Maar ik was er toen heel trots op, op de 1000 views. Dit had ik ook gewoon geript. Um, dat was hoe je je PlayStation 3 controller, die ik over een, overigens nog steeds gebruik, um, die, hoe je dat gaat aansluiten, moet je een programma doen. Had ik toen ook geript. Um, staat niet meer online. Ja, omdat het gewoon geript was. En nu werkt dat programma trouwens al niet meer. Maar dit was dus het Kingdom tijdperk. Heel veel kingdom. Het ging toen echt lekker. Ik haalde tussen de 1000 en de 200 minimaal views. Ja, sommige zitten misschien net onder. Um, zoals deze zit er, zit er dik boven, eigenlijk boven de 1000. En ja, Kingdom 2 was eigenlijk het enige wat ik deed. Hier deed ik een First Makes, wat gewoon heel slecht was, waar een copyright op staat. Um, deze was wel een League of Legends, dus daar was ik op zich ook wel mee bezig. Alleen, ja, het was gewoon heel lastig voor mij om het te recorden, want, want ik speelde toen met nog een heel kut PC. Trouwens, deze video's, de eerste, zijn opgenomen met een laptop. En die laptop is ondertussen al gesneuveld. Um, ja, dus eerst was het de laptop. Daarna was het die pc die daar ergens achter staat, maar dat zien jullie nu niet, maar het maakt niet uit. Die, de pc die ik hiervoor had. Um, die zijn hier allemaal mee opgenomen, dus op zich, ja, het pc was redelijk voor toen in de tijd. Um, en ja, toen zijn er heel veel Kingdom 2 video's nog. Een ja een uh, rare mix. <laughs> een prank al die ik niet eens zelf heb gemaakt. Uh, trouwens, deze rap heb ik ook niet zelf ge gemaakt. Het, er zou copyright op kunnen straan. Maar op zich, degene die hem heeft ingezongen, zeg maar. Ja, echt, echt een zanger was het niet. Want het was gewoon MJ, ja. Maar in ieder geval, die, die, die konden wel maar lachen. Um, maar voor de rest, ja, het was gewoon allemaal Kingdom 2. Hier heb ik een video gemaakt hoe ik terecht gekomen ben op YouTube. Is misschien ook wel leuk om te kijken, want het is een jaar geleden. En toen, ja, het was een donatievideo. Maar toen begon ik ook met andere dingen. Je ziet hier Rocket League. Is een slechte video. Um, je ziet hier Cisco waren ook, de eerste waren ook gewoon slechte video's. Niet, niet dat ze nu optimaal zijn, maar ik vind ze zijn in kwaliteit verbeterd. Deze video vind ik slecht. Toen dacht ik van: ik ga zo Job, oh, Job exposeren. Maar ja, eigenlijk was Job al exposed en iedereen wist het. Dus hierop is er redelijk wat haat gekomen. Geen idee waarom ik hem nog wel online heb staan. <laughs> en uh, ja, toen kwam er nog iets go. Toen kwam er ook. Gmod heb ik twee video's van gedaan. Deze twee was met klasgenoten. Uh, deze was helemaal ook in het begin van Kingdom nog, nou niet heel interessant het was 12 seconden iemand met bowhex. Maar toen stopte Kingdom 2. Ja, je zag het hiervoor eigenlijk al, maar toen was het officieel gewoon gestopt. Uh, een heel emotionele video. Ja, uh, ja heel emotioneel. Was het niet echt? Maar oké, okay. was wel de bedoeling, maar was niet echt gelukt. Nog meer CSGO, toen heb ik eigenlijk iets anders gezocht. Want ja, het is dus Kingdom 2, ik deed alleen maar Kingdom 2, bijna dus. Ik heb iets anders gezocht. Toen kwam ik CSGO, en Rocket League ging ik uploaden. Maar toen, toen zat ik rond de 200, uh, 250 abonnees, denk ik. Als ik het juist ongeveer weet, was het rond de 260, denk ik. Maar toen, toen was de hel losgebarsten. Ja, hel, hemel, moet ik eigenlijk zeggen. Want toen kwam mijn topia. en toen ben ik ineens in een maandtijd. Heb ik in een maandtijd 2000 tot 2500 subs gehaald? Als je bedenkt dat ik in drie jaar 3500 heb en in een maand 2500, is dat best wel raar. Want dan heb ik bijna drie jaar, een kleine drie jaar, heb ik. In een kleine drie jaar heb ik dus maar. 1000 subs gehaald terwijl ik in die ene maand 2500 heb gehaald zo dat kwam er raar uit toen dacht ik van nu zijn de views er, nu komen de subs heel hard binnen nu ga ik naar de 10k de 20k, de 50k nee dat ging ik niet maar zo voelde het wel, want ik kreeg gewoon 100 subs per dag, ik kreeg maandag had ik 100 subs bij, dinsdag nog 100 subs erbij, uh, woensdag nog 100 subs erbij, donderdag kreeg ik er 150 bij, en zo Twee weken lang ging het zo door. En ik dacht, wat de fuck is hier gaande? Je ziet ook de views. Hier heb ik ook op sommige video's 600 likes. Ook iets in de 40 dislikes of zo. Maar ja, dat, dat is gewoon ongeveer wel in verhouding, zal ik zeggen. Want ja, het was gewoon het leger. Minecraft Leger, niet heel veel mensen zaten erin. En blijkbaar werd het gewoon heel goed bekeken. Um, je ziet hier gewoon, deze is wat minder bekeken. 16k. En deze is gewoon bijna. Je ziet het bijna 25k. Dat is mijn meest bekeken video. En als je gaat kijken tussen mijn topvideo's, zal het in de top 5 vooral Mytopia zijn. In de top 10 waarschijnlijk ook nog. Toen kwam dus het tijdperk Mytopia. En je, ja, je ziet het hier. Mytopia, go Wel ook even ertussen. Nog heel veel Mytopia. Nog even Cisco ertussen. Um, League of Legends ertussen. En toen was ik eigenlijk zwart zoals je ziet, een beetje gestopt. Met Mytopia. Um, hier is go. League of Legends. Hate van 1 Toen begon ook hate 1 c 1 begon ik ook H1 Z1 te uploaden. Nog eens zies go. Dat hadden maar net 100 uh, views, of net niet. Nog eens zies go. Um, en toen dacht ik, ik ga een upload schema maken. Ik ging elke dag uploaden. En ja, dat was gewoon. Oh, Hier was trouwens meteen een cringe video. ja, cringe. Ik had een upload schema toen is, deed mijn pc raar, ja. Moet je bedenken dat het bijna al een jaar geleden was dat hij raar deed. Fuck you pc. Um, ja. En ja, toen deed ik eigenlijk... CSGO, h 1 z 1 En ja, een update. CSGO, h 1 z 1 Mytopia. Ik deed dus twee keer CSGO. Twee keer h 1 z 1 Eén keer Mytopia. En één keer League of Legends. Maar toen deed ik ook Arc erbij... Toen heb ik volgens mij een van de series geschrapt. Uh, toen ging ik ook live op Twitch. Dat was acht maanden geleden. Ben ik dus begonnen met livestreamen op Twitch. Heel even. Weer go live livestreamen, dat was gewoon op YouTube. Uh, en op deze video gaat het trouwens. Als je mijn allereerste video wil kijken, kijk deze video even. Kijk even de beschrijving. Daar vind je de link naar gewoon mijn eerste video. Daar kan je hem gewoon volledig kijken. Dus moet je even opzoeken. Help ik heb een piepstem oude video's te kijken. Werd redelijk goed ontvangen, zag ik. Um, maar, ja, dat, dat, dat was dus een, een video. Nog eens, heel veel CSGO. Haze hey, of Zinwaan, Mindtopia, Aric, League of Legends. Dat is gewoon toen, was het tijd. Dat ik een uploadschema had. En games speelde die niet goed werden bekeken. Maar, ik hou wou volhouden. Mindtopia kreeg 600 views. 3000 views. Maar dan zie je hier. CSGO, 60 views. 90 views iets om 70 views. Ark werd iets beter bekeken, 150 tot 200 views, maar League of Legends weer 80 views. En toen ben ik ook begonnen met vloggen. Een small YouTube attack waar het geluid fucking kut is. Maar ik, had ik dacht, ik wil hem gewoon origineel op YouTube zetten en ik wil hem niet twee keer doen. Terwijl ik dan eigenlijk de antwoorden al gewoon weet wat ik ga zeggen. Dat is een beetje raar. Dus, maar ja, toen. Die video werd ook best wel goed ontvangen. Als de geluid beter was geweest, was ik daar echt trots op geweest. Maar toen ben ik begonnen met vloggen. Ja, uh, let niet op die thumbnail. Heel veel video's. Deze video... Oh, die was spannend, jongen. Dat weet ik nog. Die moet je echt even kijken. En dan moet je... Je mag naar het einde scrollen. Want daar is het gewoon het spannende moment, natuurlijk. Nog Arik. En met Arik... Ik vond Arik... Ik dacht... Heel veel ra mensen raden mij Ark aan. Maar ik... Vond het gewoon niet leuk. En ik speelde het eigenlijk gewoon tegen mijn zin. Um, dus daar ben ik dus ook al lang mee gestopt. Toen dacht ik, ik ga mijn levensstijl aanpassen. Ik ga vloggen en ik ga minder gamen en b -b -b. Heb ik even volgehouden. Je ziet hier vlogs. Af en toe een game video. was er toen tussen gekomen. Op die vlogs ben ik niet heel trots. Um, ja, Samsung krijgt hand in zijn reet. Was echt wel een funny moment. go dab, Ja, toen was het al. Een hype. Uh, dit zijn gewoon dingen dat ik gewoon. Ik nam op met deze camera. En. Met deze camera. En met deze camera. Ja, kreeg ik een rare file die ik niet. in mijn Sony Vegas kon zetten. Dus uploadde ik hem naar YouTube meteen. En downloadde ik hem van YouTube terug, zodat ik een mp4-bestand kreeg. Etcetera. Dus ja, deze video's staan gewoon op privé, moet je niet opletten. Toen ging ik op vakantie, update. Um, en dan hebben we al. een half jaar. Terug, dus ja, ik heb heel veel dingen, heel veel verschillende video's geüpload. Zie je wel, um, nu moet ik niet te ver gaan. Mytopia, uitslag, dat was volgens mij de laatste Mytopia video. Er staat ook gewoon een Mytopia um, afspeellijst als je die wilt kijken. Dit was ook de laa laatste video van H.O. Zie je, aan volgens mij was dit de laatste video van FIFA toen. Ben ik eigenlijk gestopt met al die games, epische verandering. Geen idee wat het toen was, maar toen ging ik op vakantie. Heb ik een, een random video gedaan. Een intro. En toen begon Kingdom 2 weer. Want Kingdom 2 ging weer open. Dus. ging ik weer Kingdom 2 spelen. Precies Go Overwatch. Nog per Kingdom 2. Uh, die moet je niet opletten. Sorry, Quinten, dat die. <laughs> privé staat. En. Hm. Um, and... livestreamen. Toen ben ik begonnen met livestreamen op YouTube. Um, toen ben ik terug begonnen met Topia. Dacht ik van. shit, ik mis Topia wel een be beetje. Dus dacht ik van. ik ga het gewoon opnieuw doen. Ik ga ook roleplay beginnen. Ik werd goed ontvangen, eigenlijk, maar. Ja, ik, ik. Ik had gewoon snel roleplay geschreven voor die aflevering. En ik wist niet eens wat ik in de volgende aflevering ging doen. Dus het was gewoon slecht gepland. Nu ben ik bezig met een Kingdom Roleplay. Ik vind hem zelf al super vet worden. Maar ik, ga, ik moet nog heel veel schrijven, et cetera. Dus dat komt binnenkort wel. Toen kwam Kingdom 2. Was er ook nog tussen. Um, een random video. Rock League hier ja um, roleplay. Toen kwam heel even. Um, Kingdom. Kwam Kingdom 1 al aan bod met een PvP toernooi. Toen kwam Manticore. Ja, Manticore ben ik ook ondertussen mee gestopt. En toen, drie maanden geleden, kwam Kingdom. En ja, toen heel veel Kingdom. Nog meer Kingdom. Deze video werd trouwens heel goed ontvangen. En ja, nog meer Kingdom. Toen begon ik ook met update zondag. Um, en ook met streamen. Heel veel streamen trouwens. Dit zijn bijna allemaal streams. Um, setup tour. En dan nog meer Minecraft minigames. Random streams. Dan Battlefield 3 heb ik even gedaan. En toen ben ik tijdelijk gestopt met YouTube twee maanden geleden. Heb ik even pauze gehad. Heb ik terug begonnen met streamen. En nog eens streamen. En toen kwam een nieuwe game-PC. En ja, het was een test van OBS. En nog een test van OBS. Nog een test van OBS. Ja, ik heb heel veel obs bij getesten. En dan zitten we hier nu. En ja, heel veel video's. Ik heb geen idee of je ergens kan zien hoeveel video's. Maar ik heb gewoon fucking veel video's. Uh, dat kan je volgens mij niet echt zien. Misschien bij videobeheer. Uh, hier, 300 video's. Want er staan ook heel veel offline. Dus pak ongeveer 300. Maar dan gaan we even naar de analytics. En ja, normaal had ik dit niet zien. Maar ja, ik dacht. Ja, ik dacht, ik ga even de analytics laten zien. Niet om te zien van. Kijk hoeveel ik verdien. Of kijk hoe weinig ik verdien. En meer luiden met mij. Nee, gewoon om even te laten zien. Uh, wat ik eigenlijk heb bereikt. En. Nee, dat kan ik volgens mij niet hier echt zien. Maar. Um, kijk, zoals je ziet: De top 10 video's van de afgelopen maand. Dus ja, wat, gewoon after, after, wat jullie de afgelopen maand hebben gekeken. Langs een Kingdom Stream. Nog eens Kingdom. 24 uur dagelijks hd omdat ik dat was van um, de vorige livestream en niet van degene die pas is geweest. Dus, maar mensen dachten misschien dat dat van pas was, dus hebben we dat heel veel bekeken. Ja, kijk, mensen zeggen voor 1000 views krijg je een euro. Of zoiets gaat er rond. Nee, kijk, wanneer krijg je een euro bij 5000 views? Ongeveer 4000, 5000. Het hangt er ook nog vanaf welke in welke maand je zit, want december is niet een hele goede maand of zo. Bla bla bla, gaat allemaal verder, et cetera. Maar wat ik, dat was niet echt wat ik wou laten zien. Kijk, dit is, dit is wel even leuk om te laten zien. Ik zal dit even op altijd zetten. Want dit laat zien met welke, leefti welke leeftijd er kijkt. Zoals je ziet, lol, ik heb gewoon in totaal gewoon 1 miljoen minuten gekeken. Wat? Dat, dat is gewoon een jaar lang. Besef dat even. Als, als je, al jullie minuten die jullie kijken naar mijn video's opgeteld worden van de afgelopen drie jaar, hebben jullie een jaar gekeken. Zo, so, dat is insane. Maar dat wil dat ik niet laten zien. Kijk, um, de meesten zitten rond deze leeftijdscategorie. Maar waarschijnlijk maken mensen een, een account dan wat ouder is. Want zoals je ziet, de, de meesten komen uit 18 tot 24 jaar. 25 tot 34 jaar. Kan ik me niet voorstellen. 35 tot 44. Zelfs fucking 65 plussers zijn op mij geabonneerd. Hoe dan? Hoe dan? En dan heb je nog 90% of 80% aan mannen. En nog eens vrouwen. Dit is ook wel even leuk om te laten zien. Want um, er zijn mensen die abonneren. En mensen die de-abonneren. En jullie zien hetgeen wat ik nu heb, dus ook de mensen die gedeabonneerd zijn. Maar wat nu als iedereen geabonneerd was gebleven, dan zat ik nu rond de 4.892 subs, dus de bijna 5.000. Wat best wel insane is. En je ziet dat er gewoon, ja eigenlijk een vijfde of een vierde eigenlijk, of ja een derde, geen idee hoe het nu precies is, want met wat ik het moet vergelijken, ik ben niet goed in wiskunde maar dat er dus heel veel zijn gedeabonneerd, dat komt waarschijnlijk door mytopia, maar ik denk dat er ook nog heel veel of fake accounts zijn, of gewoon mensen die gewoon geabonneerd zijn en die, die eigenlijk alleen maar voor mytopia kwamen, want ik heb heel veel inactieve subs dat zie je wel, um, als ik ga livestreamen, dan denken mensen, hoe de fuck je hebt 3500 subs en je hebt maar 20 kijkers But, en dan zie je dat sommige mensen die 100 uh, subs hebben, die 40 kijkers hebben ofzo. Dus die verhouding, dat moet je niet opletten. Uh, maar ik dacht, dit is ook wel even leuk om te laten zien. En ik denk dat dit um, even het, 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 het belangrijkste is of het leukste wat ik even wou laten zien. Misschien is dit ook wel even leuk om te laten zien. De totaal aantal stemmen van de drie jaar voor leuk en niet leuk. Dat zijn er rond 13.334. Er zijn fucking veel mensen die op het knopje leuk hebben geduwd. dat is fucking nice. en 618 voor niet leuk. maar ja dat is gewoon op zich in verhouding is volgens mij gewoon nog allemaal goed. het groen is en de likes, de roze zijn de dislikes. dus is al in verhouding allemaal goed. en ja dit was dus mijn eigenlijk mijn verjaardagvideo. ja mijn verjaardagvideo, mijn kanaalverjaardagvideo. Uh, wat ik heb bereikt in de drie jaar tijd. Ik vind het persoonlijk heel vet. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat ik misschien, als ik mijn kanaal 5 jaar bestaat, nog eens deze video maken. En laten we dan kijken hoe het dan zit. Dat is over 2 jaar. Ik ben heel benieuwd. Doe even die like. Laten we gaan voor de 40 likes. Ik heb geen idee, geen idee hoeveel mensen deze video gaan kijken. Überhaupt. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie later.